kwam met die nummertjes al bij Karel. En ik had die zo wat, ik had die wel uitgeschreven, maar ja, wat is dat dan, hè? En wel heel tevreden dat Carlo zijn input en zijn ervaring daarover inliet. En ik had zo wel wat rekening gehouden van, shoot, moet je al die nummertjes hetzelfde gaan doen, een rustig nummertje, uptempo nummer. Op een gegeven moment zegt Carlo, goh, misschien is dat wel tof om daar zo wat een romantische nummer in te steken. Ik zeg, ja, wat is dat dan in de ogen misschien? Ja, misschien moet je iets gewoon een gitaar lang en piano doen. Dus eigenlijk die persoon die op reis is, die is dan vertrokken, die is onderweg en hij zegt, we gaan dat tweede nummer, wat dan ook heet onderweg, gaan we op piano doen. Ik zeg oké, en ik ben eigenlijk wel blij. Het is een heel ander nummer dan de alle rest van de avond, maar het komt wel op zijn plaats. In de straat, een bruin café.